Als advocaat en recherche gaan soms niet zo heel goed samen. Ik vond het wel echt heftig net te horen, zijn vader is overleden. Blijkt om een winkeldiefstal te gaan, dus even kijken wat er aan de hand is. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Julia Werkt. Ik heb vandaag piketdienst en dat heb ik van 14:30 tot 8:00, dus dat is die tweede dienst. In Julia Werkt 1 had ik al weer meer over uitgelegd, toen had ik de ochtenddienst. Nu dus de middag en het is nu 14:50 en ik had al een melding gehad. Het ging om een diefstal, artikel 310. En ik heb de recherche al gesproken en zij gaan mij terugbellen als ze weten wanneer ze het verhoor gaan starten. En vooraf ga ik dan nog eventjes de cliënt spreken. De cliënt spreekt niet Nederlands, dat staat ook op het formulier. Dus ik moet de tolktelefoon bellen. Dus dan kan ik gewoon mijn eigen telefoon mee, tolktelefoon bellen en mijn nummer daarin zetten. Mijn klantnummer, dus dan komt het helemaal goed. Dus het is nu eventjes afwachten en ondertussen ga ik wat werk op de laptop doen. Zo, ik ben inmiddels voor het politiebureau bij Zuidoost. Daar is de eerste melding van. Ik had de recherche even gesproken. Blijkt om een winkeldiefstal te gaan, dus even kijken wat er aan de hand is. En zoals ik al zei, tolkentelefoon bellen. Een verhoor van een winkeldiefstal duurt nooit zo heel erg lang. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een verkrachting of alle grotere misdrijven. Hopelijk geweldpleging kan ook voor wat lang duren. Maar winkeldiefstal is meestal wel een kort verhoor. Kan niet heel veel over worden gevraagd. Dus ik ga even naar binnen toe en dan ga ik even kijken wat er precies aan de hand is. Zo, jongens, bloedheet. Het zit erop. Alles ging goed. Cliënt gesproken, verhoor gedaan. Hele aardige man van de recherche. Sommige mensen, advocaat en recherche, gaan soms niet zo heel goed samen. Maar uiteindelijk denk ik, we zijn een soort van allemaal collega's. En dit was gewoon een super aardige man. Je hebt natuurlijk, jij bent er voor je verdachte. En hij is er natuurlijk gewoon voor het verhoor. Maar toch soms dan ben je zo lang aan het wachten. Of er komt iets tussendoor. En dan raak je met elkaar in gesprek. Dus dat was net eventjes. Ik heb uiteindelijk geen nieuwe melding gehad. Dus het is nu 6:00, nog 2 uurtjes te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ik ga in ieder geval nu naar huis. En dacht ik, dan kan ik jullie misschien even wat vertellen over de salarissen als advocaat. En de advocaat stagiaire salarissen. Want daar krijg ik best wel vaak een vraag over op mijn Instagram. Dus dat ga ik thuis even aan jullie laten zien. Hoe dat werkt de eerste 3 jaar. Met de salarissen, die staan gewoon op internet en die worden ook veelal gewoon aangehouden. Dus dat ga ik jullie even laten zien zometeen. Het is inmiddels heel wat uurtjes later. Ik sta ook inmiddels wel even lekker in mijn kamer. Ik heb uiteindelijk nog 2 meldingen gehad. 1 op het hoofdbureau. Dus ook een diefstal als het goed is. Die meneer ga ik morgenochtend bezoeken en ook morgen verhoor. En ik had nog een melding van Zuidoost. En deze meneer was een diefstal met geweld en die ga ik ook morgen bezoeken. En de andere cliënt die is in verzekering gesteld, dat ik al eens eerder heb uitgelegd, dus die moet langer blijven. En het wordt maandag een supersnelrechtszitting, dat ga ik jullie nog vertellen. En die ga ik ook morgen nog even bezoeken. Dus ik neem jullie morgen gewoon weer mee. Het is eigenlijk een soort uitloopdag, omdat ze redden het gewoon allemaal niet in de recherche. En voor mij wordt het natuurlijk ook vet laat, het is nu ook al 21:15 en ik heb 100 telefoontjes gepleegd. Dus dat wordt allemaal morgen, dus morgen neem ik jullie weer mee. Zo, een hele goede morgen. Het is 8:30. Even wakker worden hoor. Ik ga nu naar het hoofdbureau voor een consultatie. En dan neemt mijn collega, doet dan telefonisch het verhoor, omdat ik weer naar Zuidoost moet. Voor een ander verhoor en consultatie. Dus we hebben het even opgedeeld. Dus ik ga daar nu even heen rijden om die meneer te spreken. En dan ga ik door met de auto. Dus dan pak ik eventjes de scooter. Het is een heel rood geheel hier. Oké, ik ben aangekomen bij Elandsgracht. En het is echt super rustig op straat. Er loopt echt helemaal niemand. Dus ik ga nu snel naar binnen en dan zie ik jullie later. Zo, inmiddels ben ik ook klaar bij Zuidoost. Heb ik die consultatie ervoor gedaan en dan ben ik langs cliënt geweest die maandag een supersnelrechtszitting heeft. En heb ik dat even met hem besproken. Dus ik ben nu even klaar. Lekker, het is zaterdag. Dus resume hebben we
één meneer die op supersnelrechtszitting komt. Dus die zit hier nog tot en met maandag. Dan hebben we een meneer die is net in verzekering gesteld. En die moet nog afwachten hoe en wat er gaat gebeuren. En een meneer die net voor heeft gehad en die is nog niet in verzekering gesteld. Dus die kan worden heengezonden. Of alsnog, dat moet dan binnen een paar uur gebeuren. Want altijd de uren tussen 12 en 9 uur worden niet meegerekend. En je mag altijd 9 uur worden vastgehouden. Dus ja, die uurtjes is helaas. Maar dat is voor eigen tijd. Dus als je om 9 uur wordt aangehouden, of zeg maar binnenkomt, heb je 10, 11, 12. Dus 3 uurtjes. En dan kan je de volgende dag kan je weer beginnen met tellen om 9 uur. Dus dan heb je weer 10, 11, 12, 1, 2, 3 uur. Dus tot 3 uur zou diegene dan, voor 3 moet in een verzekering worden gesteld. Ik denk dat jullie maandag nog eventjes meenemen. Is misschien wel leuk als ik die zitting heb gehad, hoe en wat. En dan ga ik nu rijden en even van het weekend genieten. Hi jongens, het is maandagmiddag en ik heb dus nu de supersnelrechtzitting. En dat zijn eigenlijk zittingen die binnen 3 tot 6 dagen voorkomen. Dat zijn vrij eenvoudige zaken. Dat was dit ook. Dit is een winkeldiefstal. Is bewijstechnisch dan niet zo heel veel aan. Dus dat ga ik nu even doen. Dus ik laat jullie even weten hoe dat ging zo meteen. Zo jongens, ik loop net weg bij de rechtbank. En meneer is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 3 weken. Hij had al veel vaker winkeldiefstallen gepleegd. Dus dan loopt op een gegeven moment de straf wel op. En dan moet ik zeggen van, sommige mensen hebben toch best wel een heftig bestaan. En ben ik me ervan bewust hoe gezegend ik ben. Deze meneer komt uit Roemenië en die zwerft eigenlijk heel wat af. En hij is echt vet jong. Hij is jonger dan mij. Ja, en heeft dan helemaal geen toekomst. En zijn moeder woont op straat in Roemenië. En hij woont hier op straat en slaapt bij mensen. En tuurlijk heeft hij misschien niet alle kansen benut. Maar het is wel echt waar je wordt geboren. Is wel echt dat je denkt, zo dankbaar dat we in Nederland zijn geboren. Ik vond het wel echt heftig net te horen. Zijn vader is overleden. Ja, en dan denk ik, ja, het doet me dan toch wat. En word ik gewoon een beetje stil van. Ik denk, wat hebben wij het goed? En dat besef ik me soms niet altijd. Kan ik klagen over, kleine dingen. Maar ik vond het toch even heftig. Dus wat er dan nu gebeurt. Hij wordt dan overgebracht naar een gevangenis. En dan kan ik hem, kan ik einde van de dag bellen waar het is. En dan kunnen we nog contact houden. Maar dan moet hij deze 3 weken nu uitzitten. Wat betreft die andere 2. Ik had 1 meneer op het hoofdbureau. Die is uiteindelijk een CPO geworden. Dus dan is er onvoldoende bewijs. Hij had er uiteindelijk ook helemaal niks mee te maken. Zijn vrienden. Daar was iets mee. In ieder geval. Hij is gewoon geseponeerd. En dan had ik nog een meneer in Zuidoost. En die is ook na 2 dagen naar huis gestuurd. En die wordt dus gedagvaard. Dus daar krijg ik binnenkort nog een zitting van. Dus dat was weer even een piket die uiteindelijk wel 3 dagen heeft geduurd. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot snel weer. Oké, ik heb de vlog natuurlijk al afgesloten. Alleen ik kreeg vorige keer een aantal vragen. En dat was ten eerste of ik mijn salaris wilde delen. En dat wil ik heel graag met jullie, want dat maakt mij niet zoveel uit. Kunnen jullie gewoon opzoeken. En het tweede was als je geen melding had met piket of je dan wel wat verdient. Maar piket doe je er altijd extra bij. Dus als je geen meldingen hebt, dan kan het gewoon voorkomen dat je je andere werkzaamheden natuurlijk verricht. Ik ben in 2018 begonnen als advocaat. Dus die heb ik er even bij gepakt. En dan kun je het hier ook, jullie het lezen. Is dus in het eerste jaar 2322. Nee, 2371 bruto. Tweede jaar 2700. En derde jaar 3003. Dat zijn de salarissen. En het is allemaal voor een 40-urige werkweek. Dus dan weten jullie dat ook. Geen geheimen.